Ja. Ik hoop dat ik hem kan instellen op mijn iPhone. Dat kan, maar dan moet je een andere browser nemen. Want in de standaard browser kan je alleen kiezen voor, ik geloof, Yahoo, Google en Bing. Kan je het niet zelf instellen? Kan je er eentje erbij doen? Nee, je kan dat zijn de standaard 3 op je iPhone. Maar je kan wel bijvoorbeeld iCap installeren. Dat is een goede browser. iCap. En die browser wordt ook echt wel onderhouden. Ja. Het is een hele oude browser trouwens. Die bestaat al sinds in de jaren 90. Bestond die al voor op de Mac. Is dat van de Omni Group? Nee, dat is een of andere Duitser. Het is één jongen die dat in zijn eentje doet. Die had ook echt een hele eigen rendering engine geschreven. Oh, wauw. Ja. Maar daar is hij van afgestapt. Hij gebruikt tegenwoordig WebKit. Je kan hem ook op je desktop installeren. Okay. Maar ook op de iPad en iPhone. En het is het is echt een power user browser. Ja, prima ding. Ja, ik vraag me nog steeds, of ik vroeg me altijd al een beetje af waarom mensen, zeg maar, hun eigen browser zou willen maken. Ik begrijp dat er sommige behoeftes zijn, maar... Ja dat is maar... Omdat het kan natuurlijk. Van waarom zet je niet je foto's gewoon op Flickr? Vanuit een nerdperspectief begrijp ik het wel. Maar wat hoorde ik nou? Dat Facebook ook een eigen browser wil? Oh ja, die wil Opera kopen. Dat is heel interessant. Daar snap ik helemaal niks van. Nee? Nee. Snap je dat niet? Nee, want zeg maar, ik ken Opera ook. Nou, ik ken het meer vanuit het verleden. Maar, ja, dat is een hele goede browser. Maar ja, wordt het, om eerlijk te zijn, als mij, hebben ze niet zo'n hele groot marktaandeel. Gigantisch marktaandeel op mobiel, wereldwijd. Op de oude mobieltjes, toch? Iets minder smartphones. Ja, ja. Daar, gigant. Maar dat is het grootste deel van mobiel wereldwijd is op iets minder smartphones. Okay. En wij kennen hier natuurlijk alleen maar de rijke markt waarin iedereen een smartphone heeft. Ja, maar precies, het grootste deel van de wereld heeft een iets mindere smartphone. En bovendien is data heel erg duur in veel landen. Ah, okay. En Opera heeft een proxy browser waarbij de data wordt, of waarbij de pagina wordt gerenderd op de server en een gecomprimeerd plaatje wordt er naar jouw telefoon toegestuurd. Dus dat scheelt iets als 2/3 in data. Dat is echt veel goedkoper. En dus de bredere publiek is hetgeen waar Facebook op afgaat? Nou, Facebook zet heel erg in op het web. Facebook heeft gezegd van wij, die ziet bijvoorbeeld dat een mobiel gebruik van Facebook is gigantisch. Dat is de helft of zo van het gebruik van Facebook is mobiel. En dan zou je denken, daar gebruikt iedereen een app voor. Ja. Maar dat is niet zo. Mobiel Facebook gebruikt is, ik geloof iets als 2/3 daarvan is via het web. Dus die bezoeken de mobiele Facebook-site. Ja. Dat zou je niet denken. Maar is die goed genoeg dan? Want ik ga er eerlijk gezegd niet naartoe in. Ik had expressie ik ken hem app, niet, maar, gedaan. Maar die is, volgens mij lijkt die ook heel erg op de app. Want de app is ook helemaal volledig webtechnologie. Dat is eigenlijk een webdingetje. Ja. Dus Facebook die ziet van dat web, dat wordt gewoon heel erg veel gebruikt. Mm. Dus daar moeten we zeggenschap over hebben. Ja. En je krijgt zeggenschap over het web, over de standaarden, over wat er gaat gebeuren. En daar is Facebook ook heel erg mee bezig. Die wil een betere web experience kunnen bouwen. Dus ze willen echt maatwerk leveren eigenlijk. Ja, ze willen eigenlijk wat er kan met native apps, dat willen ze met het web kunnen. Ah. En als je een browser hebt, dan heb je invloed op de webstandaarden gemeenschap. Precies, ja. Dan heb je daar invloed op. En als je die niet hebt, dan ben je alleen maar een uitvoerder. Dus dat is de reden. Dus ze kopen aandeel. Ja. Ja, ze kopen aandeel in de wereldmarkt van web. Browsers. Ja. Ja, een aandeel in het web. Dus waardoor zij kunnen gaan bepalen wat er wel en niet kan op het web. Oh, dat is slim joh. Dat is een van de redenen. Dat is wat Microsoft natuurlijk ook heeft gedaan. Dat hadden ze en, al. En Apple een tijdje met Safari. Ja. Oh, dat is wel tof. Ja, het is ook echt wel heel erg interessant. Ze doen meer hoor. Het gaat ook over dat ze misschien wel een eigen telefoon willen. Oh.
Dus het gaat wel verder dan dat. Maar dit is een van de redenen. Ik zou het zelf in ieder geval heel interessant vinden. Omdat dan wordt Opera wordt ineens een hele belangrijke browser. Dat wordt, nu wordt het gezien als een... zo heel veel developers die testen er niet eens op. Dat is echt heel slecht trouwens. Ja. Dat moeten developers wel doen. Maar heel veel mensen doen dat niet. Maar ik dacht dat Opera een heel erg idealistische organisatie was, joh. Echt, dat het is gewoon een commerciële organisatie die geld verdient met banners. Ze hebben ook een heel goed lopend banner ding. Oké. Okay. Ja. Wat echt heel aardig loopt. Dat is ook interessant voor Facebook natuurlijk. Om een advertentieding erbij te hebben. Ja, ja. Nee, het is gewoon een commercieel bedrijf. Ze zijn redelijk idealistisch over het web. Echte voorstanders. Of ja, open standaarden. Open standaarden, maar dat is ook gewoon eigen belang. Ja, ja natuurlijk. Je wil gewoon een goed... Ik ga hem hier neerzetten. Ik zou het doen. Ja, toch? Ja. Prachtige plek. Ja. Handig vlak bij de fietsen. Je wil gewoon... Je zou ook wel willen wonen. Ja, dat is een mooi straatje hier, hoor. Nou, dat was het weer. Ja, leuk dat jullie er weer waren. Doei, doei. Doei.